hebben in het kader van de grote popreizen van Schiedam weer de volgende band bij mij aan tafel. En ze hebben een cd, Old Man's Riot, zo heet de band. Heren, goedenavond. Ik begin bij de dichtstbijzijnde. Je mag zeggen wie je bent en wat je doet bij de band. Chris van Veer en ik speel de bas. De bas. Julian Verdolt, gitaar. Leon Kerbezoek, drums. En er zijn er twee niet bij, hoorde ik. Dat zijn... We missen nog Dagmar de zanger en we missen Sander, gitarist. Eén is te ziek. Eén is ziek en de andere... En wie is te ziek? De zanger is helaas ziek, die heeft zich gisteren afgemeld. En de gitarist is al eventjes op vakantie. Die... Moet ook kunnen, toch? Ja. Zeg in de camera van... Vanuit de beterschap en zorg dat je met het optreden wel beter bent. Wanneer spelen jullie? Wij spelen de zesde. Dus dat is de eerste zaterdag in ieder geval. Old Man's Riot, ja, het zijn allemaal vrijdagen. Wat voor genre spelen jullie? Heavy rock maken we. Oké, dat zag er eigenlijk al een beetje zo uit, geloof ik. Maar als je had gezegd, we doen het genre Jan Smit, had ik het niet geloofd. Zijn jullie al lang bij elkaar? Ik denk nu een jaartje of twee Nee, net niet. Misschien anderhalf jaar in deze bezetting. En dan toch al een cd? Het is een promo-cd'tje. Gewoon om inderdaad proberen op een makkelijkere manier een optreden te krijgen. Je moet toch wat kunnen laten horen om inderdaad links en rechts wat te kunnen optreden. Dus vandaar dat we die stap hebben genomen. Ja. Hoe gaat het met optredens? Zijn we leuke optredens in de buurt gehad? Of in de provincie? Of zitten er nog hele leuke optredens aan te komen? Wie? Zeker, het gaat steeds beter. Op onze lijst die wordt vervuldig aangevuld. Er staan er nu 5, er komt er 6 erbij. Vorig jaar hebben we er een stuk of 5-6 gedaan, dus het gaat de goede kant op. Mede door de CD. Dus jullie zijn still growing strong, zoals ze dat noemen. En uitsluitend eigen werk? Uitsluitend eigen werk, ja. En is er dan een rolverdeling in wie er componeert, wie de teksten doet en wie de muziek schrijft? Er is wel een bepaald stramien eigenlijk. Onze gitarist die zit over het algemeen een beetje op zijn zolderkamertje te knutselen met een studioprogramma. En dan legt hij gewoon een basis van iets neer en daarna gaan wij het met z'n allen opleuken. Ja, die denkt dan ineens van verrek, dit klinkt leuk wat ik nou bij elkaar heb. Ja, nou ja, over het algemeen gaat dat vrij snel moet ik zeggen. Dus we beginnen steeds meer op elkaar ingespeeld te raken. Zou ik zeggen, als er een nieuw ideetje ligt, dan kan dat zomaar een paar weken later kan dat al iets zijn waarmee je voor de dag kan komen gewoon ook. Dus dat gaat best leuk. Hoe zijn jullie in aanraking gekomen met de popprijs Schiedam? Wanneer was dat en waarom hebben jullie besloten om mee te doen? In aanraking gekomen met de popprijs, dat is via Leon gegaan. Dus, ja, school, ja, ik woon in Schiedam en kom al jaren in Grauwe Hengst. Dus zodoende is het balletje snel gaan rollen. En voor jou is het gewoon bijna een thuiswedstrijd. Ja, het is een thuiswedstrijd. Yeah. En ja, was de beslissing gauw genomen om mee te doen? Ja, ik kon ze snel overtuigen. Zijn het allemaal Schiedammers of regiobewoners of komen jullie van overal? Het is een beetje een mengelmoesje inderdaad. Leon komt uit Schiedam. Ja. De mensen op de snaren die komen uit Gouda. En de zanger die hebben we uit Den Haag gehaald. Nou ja, ik had net een band, die had er nog eentje uit Polen. Dat is nog veel verder. Dat moeten we eigenlijk niet zeggen, want dan mag hij niet meedoen met de prijs natuurlijk. Hoewel de band is Zuid-Hollands. Toekomstplannen, wat willen jullie gewoon lekker groot groeien en lekker doorrammen? We hebben gewoon ontzettend veel lol als we op het podium staan en dat willen we het liefst zoveel mogelijk doen. Dus we hopen gewoon dat we door te spelen meer optredens krijgen en dat de echte leuke dingen ook voor ons in het verschiet liggen. Is het leukste eigenlijk, denk ik, gewoon om heel veel lol te hebben als je op het podium staat? Ja, gewoon veel spelen, veel lol met elkaar, lekker het drankje achter de af doen en gewoon kijken waar je kan komen. Ik denk dat we... serieus met onze muziek omgaan, maar daarbuiten gaat het ook voornamelijk om het plezier hebben in het spelen. Dus Oké, ik wens jullie heel veel succes. Fijn dat jullie eventjes wilden komen om je voor te stellen voor de band. Zodat iedereen weet wie we zijn. En kijk eens, wij gaan weer ons opmaken voor de volgende band. En deze heren, ik zeg het nog eventjes, Old Man's Riot, zo heten ze. Heel veel succes. Ja.